Yes! Je bent uitgenodigd om op sollicitatiegesprek te komen. Nou ja, op gesprek. Op een video sollicitatiegesprek. Want online solliciteren is steeds normaler. Maar help, hoe pak je dat aan? In deze video geef ik je 6 tips voor een video sollicitatie. Let's shine! In Gaan met die baan help ik jou in de zoektocht naar een nieuwe baan. In deze video behandelen we deze 6 tips voor een online sollicitatiegesprek. Ah, let's start! Kleding. Ook online echt wel belangrijk. Dus zie er verzorgd en fris uit. Kleed je zoals je ook naar een fysiek gesprek zou gaan. Maar je mag je zeker comfortabel voelen thuis. Olifantensloffen moet kunnen. Laat ze het alleen niet zien. Zenuwachtig? Hou je trekjes buiten beeld. Dat is het fijne van een digitale kennismaking. Let dus op je lichaamstaal. Zorg dat je rechtop zit en vanaf je torso zichtbaar bent. Kan je het echt niet laten om iets met je handen te doen? Gebruik een stressbal. Om in te knijpen, maar dan wel buiten beeld natuurlijk. Ha! Een voordeel van video solliciteren. Je kunt speakbriefjes gewoon rond jouw computer plakken. Post-its zijn jouw beste vriend. Schrijf bijvoorbeeld jouw goede en slechte eigenschappen op of informatie over het bedrijf. Maar een tip, plak ze niet voor je lens. Dan door naar de volgende tip. Check van tevoren altijd of alles werkt. Echt doen. Oefen desnoods even met een vriend of een vriendin. Want je zult net zien dat... Ook belangrijk, controleer je omgeving. Let op je achtergrond en omgevingsgeluiden. Liever een neutrale muur dan een rommelige kamer. En zorg ervoor dat er niet precies een pakketje geleverd wordt rond de tijd van je online sollicitatiegesprek. Oeh, awkward. En natuurlijk, kom op tijd. Je kunt je trein niet missen en niet verdwalen, dus geen smoesjes om te laat te komen. Log 5 minuten van tevoren in, zet desnoods je geluid en beeld nog even uit, maar zo kun je de start van het gesprek niet missen. Yes! Met deze 6 tips rock jij je online sollicitatiegesprek. Wil je nog meer sollicitatietips? Bijvoorbeeld over de meest gestelde sollicitatievragen of hoe je jouw salarisindicatie bepaalt? Bekijk dan onze andere video's van Ga met die baan. Of lees alles rustig terug op onze site. En vergeet niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Doeg!